Vandaag zijn we met de vraag voor vandaag bij de safari. Want we willen namelijk weten wat voor geluid een zebra maakt. Nou, de zebra's die maken eigenlijk een heel kenmerkend geluid. Het is een beetje het hinken van een paard. En ze maken het eigenlijk af zoals een ezel het doet. Met echt dat inhalen, zeg maar. Dat en dan gaat dat heel lang achter elkaar door. En ze doen het vooral als ze bijvoorbeeld een teamlid kwijt zijn, iemand uit hun harem. Of als wij bezig zijn met een dier bekappen, of als ze op de vlakte een veulen kwijt zijn. Dan gebruiken ze het echt ook om elkaar te zoeken. Dus ze herkennen elkaar aan de stem, zeg maar. Nou, en we hebben hier een harem staan. We hebben 3 harems totaal, dus dat is wel leuk. Dat is ook het mooie, hè? Het natuurlijke beeld dat we laten zien is dat we een harem hebben. Dat is de hengst met de merries en de veulens. En daarvan hebben we er dus 3. Dus dat kun je op de vlakte ook heel mooi zien. Die lopen ook echt apart van elkaar. En op het moment dat er dan bonje is of ze hebben ruzie met elkaar en die hengsten die zijn een merrie kwijt, nou, dan kenmerkt dat geluid zich ook weer. Die hoor je dan heel goed over de vlakte. Nou, alle dieren staan nu op het moment binnen, want het is buitengewoon te koud. Het heeft gesneeuwd, de vlakte is hard, dus daar breken we de enkels mee af bij de dieren. Dus op het moment staan ze een paar weken binnen en zodra de boel weer ontdooid is buiten, mogen ze ook weer lekker ravotten buiten. Ruben, bedankt voor je goede antwoord. Heb je nou zelf thuis ook een leuke vraag? Laat hem dan hieronder in de reacties. En wie weet komt jouw vraag in de volgende aflevering. Nou, ik ga nog even wat hooi geven aan de dieren. Tot de volgende keer.